Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. KBS-kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van On Stage. Ja, vandaag bij ons te gast Jaap den Hollander van onder andere Wolfslaar Akoestisch. Dat klopt, toch? Klopt, ja, helemaal. Wat houdt het een beetje in? Een beetje. Of wat houdt het überhaupt in? Ja, nou, het is Wolfslaar Akoestisch. In de zomer hebben we in de natuurtuin van Wolfslaar, een prachtige locatie, nodig artiesten, of eigenlijk dagen we artiesten uit om volledig akoestisch, want er is geen elektriciteit of iets, dus het is echt akoestisch, om daar hun kunnen te tonen. En aan het publiek, wat ook expliciet voor de muziek komt. Dus er zijn eigenlijk een aantal kenmerken van Wolfslaar Akoestisch. De artiesten die volledig akoestisch spelen en het publiek wat gewoon echt luistert. Er wordt niet tussendoor niet gemouwd, telefoontjes gaan uit. Het is echt de muziek. En is het dan moeilijk om akoestische artiesten te krijgen? In het eerste jaar wel, dan moet je zelf op zoek. Je moet boekers vinden en zo. Maar ja, goed, je hebt nu je plek veroverd in de wereld en je krijgt gewoon aanbiedingen. Dus we kunnen nu ook kiezen. Hey, maar wat betekent muziek voor jou persoonlijk eigenlijk? Heel veel gevoel, heel veel emotie. Ik hou ontzettend van muziek. Het is heel breed, van klassiek tot en met rock. Ik ben opgegroeid in een gezin met alleen maar muziek. Mijn oudste broer was hippie, dus die kwam met van alles en nog wat thuis. De Stones, Kings, noem maar op. En ik ben zelf halverwege de jaren 70 ben ik de punk scene ingedoken. Dat vond ik wel leuk, een beetje afzetten tegen alles en nog wat. Wat kunnen we van Akoestisch Wolfslaar verwachten in 2018? Nou, de wintereditie is inmiddels begonnen. We hebben afgelopen 13 januari hebben we een bandje gehad, de Dede en de Hedge. Bij Huizen Corné noemen we dat. Dat is in de Valkenstraat, boven de Adventure Winkel. Die heeft een enorm appartement en stelt hij zijn huiskamer beschikbaar. Dat is superleuk. 3 februari hebben we nog een sessie en de 17e en dan 3 maart en 17 maart. En dan is de wintereditie alweer helaas voorbij. Ja, mag ik jou bedanken voor de komst naar de studio. Ik vond het echt heel leuk. Dank je wel. Vandaag is onze muzikale gast Grandler en hij staat op dit moment klaar op het podium. Ja, ondertussen sta ik hier samen met Grandler op het podium. En eerlijk, ik ben wel een beetje benieuwd. Welk nummer ga je voor ons spelen? Jouw hand. Ben je er klaar voor? Jazeker. Dan wens ik je heel veel succes. Dank je wel. Jouw hand is zacht, jouw hand is nooit koud. Jouw hand veel groter dan de mijne, het voelt vertrouwd. Jouw hand zwaait, jouw hand groet. Jouw hand aait over mijn bol en ik weet, alles komt goed. Jouw hand pakt en jouw hand heeft veel gegeven. Jouw handen tilden mij op, intens beleven. Jouw hand is sterk, jouw handen die met me stoeiden. Jouw handen hebben veel gewerkt terwijl mijn handen groeiden. Jouw hand wordt nu oud. Maar jouw hand is nog steeds krachtig. Jouw hand nu zo groot als de mijne. Ons leven is prachtig. Jouw handen hebben veel gemaakt. Jouw handen, het werk nu gestaakt. Jouw hand voor altijd in de mijne. Diep in mijn hart niet weg te krijgen. Vind jij ook dat met carnaval levende muziek altijd gezelliger is dan mechanische muziek? Nieuwe Vest en de Bredaarse Federatie van Carnavalsverenigingen vinden van wel. En dus hielden zij samen een carnavaleske muziekmiddag. De middag werd afgesloten met een gezamenlijk optreden op de Grote Markt.
De bedoeling van deze dag is eigenlijk dat we de live muziek weer meer terugbrengen in Breda en ook natuurlijk de randgemeente daarbij. We merken dat de mechanische muziek eigenlijk steeds meer de overhand gaat nemen. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk, want je hebt leuke muziek ook. Maar de live muziek brengt toch wel de sfeer binnen in de kroeg. Maar brengt ook natuurlijk het publiek mee. Dus als je aan het dweilen bent en je speelt over straat en dan gaat het publiek mee, dan gaat het publiek ook mee de kroeg in. En we vinden dat dat weer een beetje meer terug moet komen. Je merkt ook dat er... vooral ook de jongeren zich niet meer zo snel willen binden aan carnavalsmuziek en de carnavalskapellen. En dat proberen we toch weer eens een beetje te ondersteunen eigenlijk. Dat is de bedoeling van deze dag. Hoe vind je nou om hier zo mee te spelen met allemaal andere kinderen in een carnavalskapelletje, zeg maar? Best wel leuk. Ja? En straks ga je knallen op de grote markt? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben dus voorzitter van de Bredaanse Federatie van Carnavalsverenigingen. En daar zijn eigenlijk allerlei carnavalsgezelschappen bij aangesloten. Wagenbouwers, loopgroepen, maar ook carnavalskapellen. En ja, wat wij als doelstelling als federatie hebben is om elkaar te helpen bij initiatieven om eigenlijk dat mooie feest wat carnaval is, om dat op peil te houden en ook voor de toekomst veilig te stellen. Ja, hoe kijk je terug op deze dag? Ja, fantastisch. Het is super. Het is een goede opkomst. En we hadden 3 verschillende groepen in leeftijd. En fantastisch om de kleintjes te zien natuurlijk. Ja, daar gaat het om. Nieuwe aanwas, dat moeten we hebben in Breda. En ik denk dat het een geslaagde middag was. En ik heb in ieder geval heel veel plezier aan beleefd. En ik hoop iedereen hier ook. En zorg dat je erbij bent. Nou Rob, welkom. Leuk dat je bij ons te gast wil zijn vandaag. Ja, leuk om er te zijn en dat jullie mij uit hebben genodigd, zeg maar. Heel tof. Geen probleem. Hey, even om gelijk te beginnen. Jouw artiestennaam, Grendler. Ja. Waar komt dat vandaan? Dat is eigenlijk gewoon, ik kan er een heel spannend verhaal van maken, maar dat is eigenlijk gewoon mijn achternaam in het Nederlands vrij vertaald naar het Engels. Dus Bigelaar, Grendler. Dat is het eigenlijk. Oh, creatieve zonde op zich. Ja. En wat ik begrepen heb, is dat jij een eigen zangstudio hebt. Ja. Kun je er iets meer over vertellen? Ik ben zangdocent. Dus ik heb thuis mijn werkzaamheden zeg maar, in mijn eigen zangstudio. En daarnaast verwerk ik nog 2 dagen als muziekdocent. Ja, en op welke school ben jij dan docent? Ik ben muziekdocent op het Markland College in Zevenbergen. En... ja, dat bevalt eigenlijk hartstikke goed. Zeker die afwisseling is heel erg leuk. Ja, je hebt natuurlijk ook in de rockband zelf gespeeld, in een rockband. Ja. Welke was dat? Ja, dat was Phoenix Red. Het logo wat jullie gebruiken, zeg maar, lijkt er best wel op. Zeg maar. En het, wanneer zijn we toen? We hebben van 2005 tot 2010 ongeveer opgetreden. Het was een 4-mansband, rockband. En we hebben leuke optredens gehad. We hebben eigenlijk alle zalen van de 013 toen gespeeld. In de Melkweg ook gestaan in Amsterdam. Dus dat was wel ook wel een hele vette tijd eigenlijk. Ja, dan zijn jullie best wel succesvol geweest. Want de Melkweg, 013 zijn grote podia's. En dat treed je natuurlijk niet zomaar op. Nee, dat was ook heel erg leuk om te doen. Ja. Wat wil jij in 2018 nog bereiken? In 2018 muzikaal gezien? Ja. Ik wil sowieso een tweede videoclip uit gaan brengen in 2018. Wellicht met een Nederlands nummer of met een Engels nummer, daar laat ik nog even in het midden. Mijn eerste clip is net uit en dan gaat het volgende nummer gaan spelen. Daar is dus de videoclip afgelopen 2 januari voor uitgekomen op YouTube. Ja, wel goed om het jaar zo te beginnen natuurlijk. Ja, ja. Dus dat hele creatieve proces is in 2017 geweest. En in 2018 is in ieder geval muzikaal gezien mijn doel ook wel om nog een tweede videoclip uit te brengen. En leuke optredens te hebben. Nou, mag ik in ieder geval bedanken voor jouw komst naar de studio. En ik hoop echt van harte dat jij een heel goed 2018 gaat hebben. Ja, en dan schakelen wij over naar De Popdokter met Hans Kopier.
Vandaag in de Popdokter hebben we het over Nederlandse mannelijke soloartiesten. Er zijn er te veel om op te noemen, maar vandaag pikken we er wel een paar uit. In de jaren 50 was het Nederlandse lied zeer populair, met bijvoorbeeld zangers zoals Willy, Alberti en Doris. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Ook de cabaretiers scoorden goed, zoals Wim Sonneveld. Denk maar aan het mooie nummer Het Dorp. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Vanaf de jaren 60 kwamen er steeds meer zangers bij die popmuziek gingen maken. De bekendste hits hiervan zijn onder andere van Boudewijn de Groot en Rob de Nijs. Met hits zoals Avond en Ritme van de Regen. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid. Maar ook de volksmuziek bleef zeer populair dankzij André Hazes. De zanger met de nu toch meeste nummer 1 hits is Marco Borsato, die doorbrak in 1994 met zijn grote hit Dromen zijn bedrog. In de recente jaren is het vooral het hip-hop-genre onder de mannelijke solo-artiesten. Maar toch ook worden er nog steeds pophits gescoord, zoals bijvoorbeeld Dirk Nielsen met Beauty and the Brains. Ze heeft de Beauty and the Brains. En ook het volkse lied is nog steeds populair. Denk aan Jan Smit met bijvoorbeeld Als de Morgen is Gekomen. Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt lang verdwenen is. En tot zover deze Popdokter. Oké, beste kijkers, dit was het alweer voor vandaag Onstage. Heb jij nou ook een muzikaal talent? Laat het ons even weten via onderstaand e-mailadres en misschien dat we jou in de volgende uitzending wel terugzien. Voor nu bedankt voor het kijken en we gaan nog één keer uit met een knallend nummer van Grandler. En welk gaat het worden? Right Side of the Road. Heel veel succes. You ever have the feeling you're on your own? A life is somehow less appealing. Some dreams have flown. In your head a voice starts screaming, keep going on. That voice will bring all healing. You're going strong. Then you know, oh Lord, you know you're still on the right side of the road. A right side of the road. Do you ever feel deflated? You think you'll never make it. The thoughts make you frustrated. Feeling agitated. Again that old voice reiterated. Keep going on, keeps you motivated, going strong. Then you know, oh Lord, you know you're still on the right side of the road. 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 And diva do da ba do da ba do da ba da bu de o da ba da ba da 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 ba da ba da 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 bu da de o ba di e ba da ba da ba da ba da da bu de o ba di e do ba do ba do e o ba di da do da da bu di ba da ba do ba do da bu de o So if you ever have the feeling you're on your own, life is somehow less a feeling, some dreams have flown. In your head a voice starts screaming, going on,
force will bring all healing. Going strong. Then you know, oh Lord, you know. Oh Lord, you know. Oh Lord, you know, you're still on the right side of the road. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Breda Nu. Je weet het meteen.